alleen in Rotterdam. Ja, daar weten ze van wanten. Kilometers in het rond gaan de palen in de grond. Waar je kijkt aan alle kanten. Dat kan alleen. In juni en augustus 1950 wapperde in de stad overal vlaggen en werd men begroet door het Rotterdam Ahoy mannetje. Want in het museumpark, het park en de parkade was de manifestatie Rotterdam Ahoy. De oorlogsschade van de Rotterdamse havens was hersteld en de Rotterdamse havenbedrijven, rederijen en scheepsbouwers wilden hiermee aan de wereld tonen dat zij weer volledig in de maritieme wereld meedraaiden. Het dagblad Het Vrije Volk schreef hierover: zo spreekt Rotterdam Ahoy tot de fantasie van de honderdduizenden, van dichtbij en van verre, die onze stad, haar bevolking en haar werkdrift willen leren kennen. En eens te meer zegt Rotterdam Ahoy tot het land, zijn bevolking en zijn regering: hier zijn we, Rotterdam Ahoy. Een oude stalen hal van de Nederlandse nijverheidstentoonstelling Neneto uit 1928 in Blijdorp werd gesloopt en verplaatst naar het terrein waar nu het Erasmus MC staat. Daar werd het uitgebreid met bijgebouwen en omgedoopt tot Ahoy Hal. Rotterdam Ahoy werd geopend op 15 juni 1950 door koningin Juliana. En in 2 maanden trok de tentoonstelling meer dan 1,5 miljoen bezoekers. Het was dus een groot succes. De liefhebbers van scheepsmodellen konden in de Ahoyhal hun hart ophalen, waar in een waterbak zo groot als een zwembad alle schepen dobberden die om de Rotterdamse vlag voeren. De Ahoyhallen bleven na de tentoonstelling staan en werd gebruikt voor concerten, sportwedstrijden en allerlei manifestaties, zoals bijvoorbeeld Jeugdland, de tweede grote wederopbouwtentoonstelling E55 en de Floriade. Pas met de bouw van de medische faculteit in 1966 werden de hallen gesloopt. Via een luchtbrug over de Westzeedijk kon het park worden bereikt, waar verschillende losse kiosken en paviljoens te bezichtigen waren. In opdracht van de marine gaf goochelaar Eddie Schuijer een voorstelling onder water. Op de parkade waren een aantal scheepsonderdelen opgesteld, zoals een compleet bruggenhuis, een schoorsteen en een mast. Hier kon men ook een rondvaart met de Speedo maken en 2 schepen bezoeken.